Nou, het is 7 oktober 2016. De storm is voorbij. Je ziet links en rechts wat takjes, wat bomen naar beneden. Gelukkig is op het laatste moment de hurricane een beetje naar het oosten gegaan, dus meer over de zee gebleven. Dus ik denk dat onze schade beperkt is, zeker hier op stal. Ik heb dus niet naar stal hoeven te rijden, dus ik kon niet zien wat er onderweg is. Ik heb al met een paar mensen gesproken in andere gebieden. Er zijn een hoop elektriciteitspalen naar beneden, bomen naar beneden. Ik had van één iemand gehoord, was het trillen van omgewaaid, die stond net in een verkeerd stuk. Dus ja, dan heb je dat allemaal. Nou, zoals je ziet, ik weet niet zeker of je het kan zien, ons meertje is heel hoog. Voor de verdere rest ziet het er kalm uit. Ik denk dat we vandaag nog wel een hele hoop regen zullen hebben. Het enige is, ik ga nog niet zo heel ver naar buiten, omdat er eigenlijk toch wel op het nieuws gezegd wordt dat je eigenlijk zoveel mogelijk nog binnen moet blijven. Hetzelfde geldt ook voor de paarden. De paarden blijven sowieso binnen nog de eerste 2-3 uur om zeker te van zijn dat er eigenlijk niks aan de hand is. We hebben ze net rond 6:30 gevoerd. Ze waren allemaal perfect in orde, alsof er niks gebeurd is. Dus we zullen zien. De tijd zal het een beetje leren wat de schade allemaal links en rechts aangedaan heb. Als het een beetje oké is, dan ga ik zelf terug naar mijn eigen huis om te zien hoe dat daar is. Ik heb al met de buren gesproken. Die zaten al zonder stroom om gisteravond om 10 uur al. Dus dan zal het wel ietsjes wilder zijn geweest met de wind. Dit gebouw heeft dus absoluut helemaal niks geleden. Dus dat is wel heel mooi. Voor de verdere rest niks meer te melden zover. Als ik weer iets nieuws heb of meer te vertellen heb, dan laat ik het jullie weten. Oké, groetjes. Hoi.